In februari zijn de werkzaamheden van het graven van een nevengeul begonnen, maar 2 maanden later ligt het alweer stil. Het water staat te hoog. Op dit moment ligt de laad een loswal. Voor de aannemer ligt onder water, bijna. En ze kunnen dus de klei die ze hier winnen niet meer lossen in de schepen. Ik heb toevallig de aannemer gesproken. En die zei, met onze planning hebben we er rekening mee gehouden. Want dat is werken in het rivierenland. Hè. De nevengeul heeft niets te maken met de werkzaamheden bij Lent, waar ze geulen graven om ruimte voor de Waal te maken. Hier deze nevengeul anders dan aan de andere kant van de Waal. Daar is het echt voor waterberging, hier is het echt voor waterkwaliteit. Er is al heel veel flora en fauna. Alleen door die nevengeul krijg je meer waterdieren. Dus je moet denken dan ook aan paaiplekken voor brasems, karpers, vissen. Je krijgt waterplanten, waardoor ook weer libelles en juffers deze kant op komen. We hebben nu op dit moment hoog water. Normaal gesproken staat de rivier nu rond deze tijd op 7 meter. Hij staat nu op 12 meter. Die achter mij zie je de bomen nog staan. Net voor de bomen blijven, en tot waar ik hier sta, daar komt de nevengeul. Dus dat is een flinke overbrugging. Een brede geul dus. En dan mag ik zeggen, in de lengte wordt die 1,1 kilometer. Want hij stroomt dus inderdaad vanaf die kant, blijft hij instromen het water. En naar die kant toe loopt het steeds hoger op. Dus daar heb je ondiep en een diepdeel. En dat, die variatie brengt heel veel flora en fauna met zich mee in het water vooral. We hebben de stuur bijvoorbeeld. Dat is een mooie soort. Die we weer een keer misschien graag vanuit de zee deze kant op zien krabbelen. Maar ook gewoon eigenlijk alle flora en fauna is wel mooi die hier kan komen.